En wij zeggen Crash, what the fuck zijn we? Ik heb deze game heb ik al een paar keer gespeeld, dus ik weet wel ongeveer wat een beetje de bedoeling is. We gaan lekker overleven. En ik heb eigenlijk best. Hoor jullie het geluid een beetje? Nee toch? Welkom. We moeten allemaal spullen gaan verzamelen. Dit is niet zo'n heel groot. Nou, dit is wel een redelijk eiland. Oké, we moeten even E to pick up. We moeten allemaal spullen gaan verzamelen. We kunnen die ook bewaren. We kunnen van alles creëren. En ik dacht dat dit wat was. Dus dat was eerste. Hey, zie ik daar een bucket? Een bucket? Ja, een bucket. Nou, we hebben een beetje allemaal belangrijke dingen wat we als eerste moeten doen. En dat is voornamelijk even dingen verzamelen. En dat dus, gaat dus van steen. Met stenen kunnen we uiteindelijk mesjes maken. Hey, meneer Crab. We gaan gewoon op. En dat doen we gewoon als volgt. Hier een knife maken, hoppakee, en laten we het vallen. En deze doen we hier. En dan hebben we een knife. En daar kunnen we dus boompies mee omhakken. Ik heb één ding geleerd in deze game, en dat is dat deze scheidplantjes zijn heel belangrijk. En die kan je gewoon omver mappen. Zo. En pakken we hem op, en dan hebben we een plantje. En zo kan je eigenlijk gewoon heel lekker doorgaan. En als je dat op C doet, kan je hier zien wat je allemaal kan maken. En dat is dus touw, en noem maar op. Maar dan heb je vier van die scheidingen nodig. En buildings, en alles. Je kan er gewoon alles maken. Maar laten we even opschieten. Dit kost tijd. En het is 10:30 's morgens. En ik heb gelukkig nog alles voor. Yeah, nog een palm tree. En we gaan gewoon lekker een paar video's opnemen hiervan, jongens. En als jullie het leuk vinden, doe dan zeker even het blauwe duimpje omhoog. En dan gaan we gewoon lekker even het eiland gewoon even monstreren. Gewoon omdat het kan. Er liggen wel veel van die dingetjes, jongens. Dat is wel fijn. We moeten eigenlijk even een beter wapen gaan maken, zodat we grotere dingen kunnen maken. En dat het allemaal wat sneller gaat. Het duurt allemaal lang. Het is best wel een goed eiland, maar we gaan hier niet blijven. Dat is een zaak met secrets. Ik wil naar een groot eiland. Zoals jullie zien zijn er allemaal eilandjes om ons heen. Hey, nog een bucket. Dat is wel fijn. Oh shit. Oké, jongens. Dus wat ik jullie even leer. Doe nooit op de scheidq als je iets in je handen hebt. Want je bent het meteen kwijt. Hallo. Iemand op de tijd. Het is wel een heel klein eilandje ook, hè. Nou, we pakken deze nog even hier. Ik weet niet hoeveel we nog hebben. Waar is die nou? Hoppa. En door, jongens. Hier nog eentje. Sla hem eens. Dus we moeten even zorgen dat we water gaan krijgen. Dat is wel heel belangrijk. We hebben momenteel 2 emmers. Dus dat is wel fijn. We hebben genoeg van deze scheidingen. We moeten naar een grote eiland gaan. Dat is mijn idee. We pakken nog even deze allemaal. Oh nee. Maar gewoon even touw hier als de dag vol zit. Maar niet uit. Ik weet niet hoeveel we kunnen. We hebben veel palmpjes. Dat is wel echt fijn om te zien. Ik zie ook hout, maar dat is nog niet zo heel belangrijk. Dat gaat niet zo heel veel. Heb ik hier nog één? Oh, heel veel. Veel jonge palmboompjes. Maar ja, dat zie je niet op. Hè. Ik moet eigenlijk die andere hebben. Nou, ik denk dat we het hier wel weer gehad hebben voor vandaag. Dus laten we maar even lekker naar. Oh, hier is nog eentje. Oké, doen we die nog even. We moeten even naar een grote eiland gaan. Waar we meer eventueel ook wrakstukken kunnen gaan vinden. Want die heb je ook in deze game, jongens. Dus even kijken, welke zullen we gaan? Zullen we naar dat eiland gaan? Of zullen we naar dat eiland? Of naar dat. Zullen we even kijken. Ik ga naar dat eiland, jongens. Nou, ik ga er even roeien naartoe roeien. Zien jullie mij zo meteen als ik bij dat eiland ben. Ik zeg tot zo.
Yo mensen, welkom weer terug. En zoals jullie zien ben ik bijna bij het eiland. Ik zie wrakstukken liggen. En ik zie hier ook iets liggen. Dat is wel een goed. Dat is een voordeel voor ons, geloof ik. Wat is dit? Het zijn helemaal kapot. Oh, die zee, jongens. Dan word je toch gewoon zeeziek van. Maar goed, ik denk dat dit wel een mooi eiland kan zijn. Oh, dit geluid dat jullie horen, jongen, daar worden we niet vrolijk van. Dat is het geluid dat er een haai in de buurt is. Ik hou niet van haaien. Scheid hekel aan haaien. Deze. Hey, je ziet ook een container hier. Dat is wel heel mooi. Kijk of we hier wat mee kunnen met het eiland. Hallo? Is er iemand? Yeah. Nou jongens. Nou, we zijn op het eiland. Kijk of hier eerlijk veel hout. Dit is wel een leuk eilandje. En ik zie daar, oeh, wat zie ik daar liggen, jongens? Ik zie een schatkistje liggen. Daar, meneer Kree. Krap, kreep, krap. Kijk, ligt hier wat? Hai. E to pick up. Nou, laten we eens even kijken wat er daarin zit. En ik denk nog wel eens dat dit, oh, wat is dit? Vitamine. Hoppa, mooi. Oké, laten we maar eens even. Meneer Crab. Ik heb 12 van led even dingen, joh. Er is ook nog één. Dus laten we maar even wat touw gaan maken. We moeten even zorgen dat we een kampvuur gaan krijgen. En ik moet een beter wapen hebben, dus dat is echt fucked up. Nou, laten we een beetje even. Oh, we hebben daar nog een boot liggen. Kunnen we ook nog naartoe? We moeten even natuurlijk in de gaten houden. Hoe laat het is? Het is 2:30, dus laten we maar even touw gaan maken. En zorg dat we. Ja, dat we een beetje. Oh shit, ouwe, wat is dit alweer? We hebben eten op dit eiland. Ik zie het zwijn. Oké. Jongens, ik heb ook wel eens de pech gehad dat ik op het eiland zat, dat ik slangen had. Dus laten we hier maar gewoon lekker ons. Oh, hier ligt nog meer. Yeah, oké, okay, laten we hier. Hey, container, zit er ook wat in? Hey, we hebben een zwijn. Kan ik hier eens mee? Zit hier ook een ingang in, of niet? Hey, dit is handig, ik weet niet wat ik ermee kan, maar hij is wel handig. Nou, laten we hier gewoon lekker onze chat bouwen. Dit lijkt me een mooie locatie, of zullen we dat een beetje daar doen? Oké, okay, laten we dat gewoon lekker hier doen. Laten we even kijken wat we kunnen doen. Kunnen we sowieso deze maken? Hier, dan gooi je even hier neer. En we kunnen er nog een maken. En we kunnen er nog een maken. En we moeten even kijken of wij iets kunnen maken met een. Rafts? Nee. Crafting. Building. Crafting. Structures. Deze moet ik hebben. Een shelter. Oké, okay, we kunnen dat, dus we moeten nog even palmboom, dus laten we eigenlijk even een beter wapentje maken. Kunnen we dat doen? Ja, zeker kunnen we dat doen. Oké, okay, ik moet opschieten, jongens. Ik heb tijdgebrek. Deze moeten we hebben. Wat is dit? Letter? Nee, ik hoef geen letter. Ik moet gewoon deze maken. Wat is dit? Hout en zo'n ding. Ah, jongen. Had ik dat hout normaal gepakt? Ik hoop niet echt niet dat hij aan het slang leeft, joh. Ik zou zwaar de lul. Ah, hier is hout. Hey, we hebben wel een huisdier, dat vind ik wel leuk. Nou, meneer Zwijn maar even lopen, die kunnen we altijd nog wel gebruiken. Oké, okay, we gaan even kijken. We kunnen nou als het goed is, kunnen we een. We kunnen. Ik wil deze maken hier. Oké, okay, laten we deze even maken. Zo. Ik moet wel even in de gaten houden waar ik het touw heb gelegd. Dat ik het niet kwijtraak. Zo. En dan kunnen we nou, als het goed is, om er naar bij, kunnen we deze maken. Yeah. En nou, ik moet structures maken. Als ik ergens een hekel aan heb in dit spel, is als het donker wordt. Dus laten we even hout, 3 hout en een palmboom moeten we dus ommaken. Dus gaan we op palmboom. Hey, deze mooie palmboom. Het begint al aardig donker te worden, jongens. Ik hou niet van donker. Kunnen we deze omhakken? Ja, zeker kunnen we deze omhakken.
studio's. Ik wil niet dat het donker wordt. Dat vind ik niet leuk in deze game. Dat vind ik eng. Hou ik niet van. Van André! Hey, zie ik daar een kokos dood? Ik zie hier een kokosnoot liggen. Alles handig. Ik ga beter deze hier. Dan krijgen we maar eentje. Ik ga ook schieten. Snel omhakken. Omhakken. We moeten een shelter maken. We moeten vuur maken, jongens. We hebben het een beetje in. Yeah. Oké, laten we nog even moeten opschieten. Ik wil opschieten. Ik wil slapen of zo. Yeah. Kijk eens aan. We houden hier. Laten we maar allemaal liggen. Het wordt echt donker nou, jongens. Oh, wat? Hier, ik flikker het wel allemaal neer. Hier boeit mij helemaal niks. Oké, we gaan snel weer terug hier naartoe. Ik wil een shelter wil ik hier bij deze palmboom willen we dat maken. De mensen mij goed zien. Nou kan ik een. Oh, waarom heb ik nog geen hout? Wat is dit? Hoeveel hout hebben we? Waar is mijn hout? Ik heb maar één hout. Zo. Nou, we hebben één hout. Daar kunnen we ook niet ver mee. Hè? We moeten er meer hebben. Hier, er liggen er nog een paar. Het is wel donker, hou die van. Hé. Hey. Nou, hoe kunnen we dat maken? Yeah, kijk, het shelter is goed, jongens. Daar slapen. Ik ga hem verstandig als ik hem hier doe. Weet je, beschut. En we hebben een shelter. Kunnen we nu meteen gelijk ook vuur maken? Nee, dat kunnen we nog niet. Nou, jongens, het is inmiddels donker. Hoe is het met mijn alles? Ja, water moeten we ook geregeld, zie ik. Oh my god, het begint donker te worden. Oh shit, ik zie helemaal niks in het donker, joh. Yo, mensen, ben ik weer. Ik wou jullie even laten zien dat ik inmiddels al een open haartje had kunnen maken. En we zijn nu momenteel een vuurtje aan het maken. Hoe gaat die? Hey, helemaal mooi. Nou, dan leggen we dit gewoon lekker hier. Hoppakee. Ik heb nog touwen ergens liggen. Die liggen daar ergens. Kijk eens aan, jongens. We kunnen hier ook nog van alles omheen doen. Even kijken hier. Structures. Kijk, deze kunnen we nog mee doen. Kijk eens aan, jongens, we gaan lekker. Deze ook. En moet ik touw en hout. Wat heb ik dan ook weer nodig? En wat is mijn bel? Nou, even kijken of we nog ergens touw hadden. We hebben hier nog ergens touw. Voor mij. Touw. Dus touw op. Kan ook. We moeten zorgen voor een water. Maar volgens mij heb ik nog sowieso nog een kokosnoot. Ah, ik ben hier zwijn. Kijk eens aan, jongens. Ziet het er niet al leuk uit. Ziet er toppie op je uit. Dus laten we even kijken hoe ik hier niet volbrengen. Ik heb het hele eiland heb ik nog niet afgelopen. Maar ja, daar is het nou momenteel te donker voor. Oké, jongens. Ik ga wel even spulletjes verzamelen. En ja, jullie gaan mij zien als het weer een beetje fatsoenlijk licht is. En dan ga ik jullie vertellen wat ik wel of niet gedaan heb. Dus tot zo. Goedemorgen, jongens. We zijn welkom weer terug. Het is inmiddels weer overdag. We hebben gelukkig kunnen slapen en we moeten echt serieus drinken hebben. Het is 7:10 in de ochtend. Nou, ik heb een beetje nog proberen door te zoeken in de nacht, maar ik vond helemaal niks. Dat het gewoon te donker was. Maar goed, we kunnen even verder. We kunnen op zoek gaan naar... Appa, naar leaves. Die zijn wel heel belangrijk. Dat we die gaan vinden. En wat is dit? Kan ik hier niks mee? Ja, kan ik niks mee. Ik moet... Ah, oh, het is zo kut, hè, jongens, die dingen weer. Oké, hier is nog één. We drinken zo even een kokosnoot. En we moeten nog in die boot. We moeten zoveel doen, jongens, nog. Het is zo'n leuk spel. Ja. Hier nog één. Hoppa, lekker bezig. Nou, even kijken, hoor. We gaan gewoon even verder. Hier staat nog één, denk ik. Mooi jong boompies. Helemaal mooi. Heb ik niet een beetje gelukt dat er iets groot staat? Dat staat allemaal die shake kleine dingen, joh. Hey, hoppa, lekker bezig. Hier is ook gezellig in het hoekie. Hey, je doet een zwijn. Nou ja, daar kunnen we altijd nog even slachten, maar dan moeten we een speer voor maken, denk ik. Die zwijn die doen met toch niks, dus dat moet niet. Kan er nog eentje? Nee, dat is helaas. Dat vind ik helemaal niet fijn. We kunnen nou even kijken wat we kunnen maken. Deze kunnen we maken. Dit is heel belangrijk. Laten we dat doen. Waar is mijn dingetje? Oh, daar. Hallo, meneer de vogel. Kijk.
Kijk, dit is een goed begin. Dan kunnen we hier een crop in doen. En als het goed is, kunnen we. We moeten even. Kijk. Kijk, jongens. Dan kan die wel aan. Even kijken, wat hebben we nodig voor. Deze. Ik zie 8 hout en 5 van die touwen, jongens. Jeminee. Dat is aardig wat. Maar ik heb van mij nog een kokosnoot. Dus laten we die ook maar even snel gaan opeten. Nou, ja, ik heb een pijl nodig. Hey, pick up. Ja. Yeah. Wat kom. En hij is op. Oh, ik heb er 1 druppel. Nou, jongens, dat schiet wel aardig op hier. Nou, laten we eens even kijken wat bij dat bootje te vinden is. Dat is toch wel anders doen. We gaan gewoon op zoek. We moeten touw gaan maken, waar is die boot? Ah, we zitten op de boot. Of niet? Hai. Hai, dat is ook wel handig, joh. Duurtje dicht doen. Auw. Wat is die schatkist eigenlijk? Ah nee, een emmer. Wat is dat? Oké, we gaan even kokosnoten jagen, jongens. Ik heb serieus water nodig. Dus laten we even kijken of we kokosnoten in die scheiboom zitten. Ik vind het wel een leuke shelter. En als we nog wel van die jonge palmbloemboompjes tegenkomen, nemen we die gewoon mee. Haba, doet die even. We moeten touw gaan creëren. Hier nog eentje. Hey. En mooi, en dan leggen we die hier. Kijk, kokosnoten. Dat doe je maar gewoon daar. Oh jee. Yeah. Oh, en dan heb ik er helemaal niks aan. Wat is die gewoon? Is die nog vol? Ah, we hebben nog 2 streepjes. Komen we niet ver mee, maar het is beter als niks. Moet je zorgen dat we water gaan creëren. Nou, hebben we nou genoeg, denk je? Yucca's. Oh, daar nog een yucca. En een klein plantje. Hoe hebben we het nou? 12. Oké, dan kunnen we dus 3 maken. Hier nog een yucca. Jee, het regent plantjes. Jee, hoppa, even kijken hoor. Hoppa. Hier liggen dan ook 3. Hoppa, hoppa. Even kijken hoor. Komen we er wel. Oh man. Nou, kijk hier. Glitch. Save, hier is nog eentje. Dan moeten we nog eentje hebben als het goed is. Toevallig om er nabij niet nog eentje ergens. Ah, mooi. Jongens, we gaan lekker, jongens. We gaan lekker. Goed. Hey, meneer Zwijn. En zoals jullie zien heb ik al een paar wel regelmatig geknipt in deze video. Om het een beetje leuk te houden. Jongen, ik ga jou Fred noemen, die dat ding hier. Fred, kom in hier. Fred, ik bespaar je nog even. Hoe laat is het? Oh shit, ik heb alweer geen water, jongens. We moeten echt gaan zorgen voor water. Anders pikken we nog even kokosnoot. Als het goed is, kunnen we het nou maken. Even kijken hoor. Deze? Water, oh, hoezo? Je zegt nog niet dat jij niet past. Serieus, pas jij nog niet? Dat vind ik echt kak. Oh my god. Nee.
Dit vind ik echt heel erg. Nou, oké. Okay. 20 minutes later. Oké, okay, yo mensen, welkom terug. Inmiddels zien jullie dat ik het gebouwd heb. Dus het gaat wel lekker sneeuw. En we gaan even snel wat water pakken. Oh, in het donker, zo'n slecht idee. Maar goed. Even terug zwemmen. Komen er wel. Oh. Oké, okay, jongens, dit moeten jullie niet in het donker doen. Goed, dan kunnen we de water hier aan ophangen. Gaat het lekker koken en dan krijgen we water als het goed is. Oh, we hebben echt een probleem. Mooi, we kunnen hier nog een bucket gaan hangen. We hadden die ergens verstopt natuurlijk, hè. Waar hadden we die buckets verstopt? Gaat die ergens verstopt hier bij die boom ergens? Hi, meneer Crab. Ik wil ook een crab hebben. Waar heb ik die buckets nou verstopt? Goeie vraag, jongens. Goeie vraag. Ik had die hier ergens verstopt. Oké, okay, scheit hij. Waar had ik die nou verstopt? Volgens mij met deze boom. Ja, zie je. Kijk eens aan. Nou, weer terug naar een dingetje. Nou, het water is compleet. Hey, vogel! Ach, jongens. Zo'n ding weer vol. Wat kan ik met die vitamine? Ik heb geen idee. Zullen we eens even kijken. Nou, dan doen we hier even dat iets dumpen. Dat is zo, ja. Gooi even wapen hier neer. Daar ligt het wapen, jongens. Onthouden. Wat kan ik hier mee eigenlijk? Vitamine. Dat is misschien wel goed, maar ik weet niet wat ik ermee kan. We kunnen sowieso deze kunnen we aan de spit hangen, dan kunnen we die eten. Al heb ik geen idee wat ik dat doe. Jezus, moet je naar. Hoezo gaat het niet? Wat is dit nou weer? Moet ik hem kapot mappen? Nou, laten we eens even proberen dan. Oké, okay, heb ik hem opgepakt, dat moet ik ook niet hebben. Ik heb nog een mesje, als het goed is. Nee, dan laten we even een mesje maken, of we daar iets mee kunnen met een mesje. Je moet die kraft volgens mij openmaken, ik heb zo'n vaag idee. Maar goed, we gaan wel andere dingen doen, we willen even die Emma gaan fixen. Kijk. Dit is nog lekker in koken. Deze gaan we hier hangen, ik zei in het vuur denk ik. Kijk, kijk daar jongens, water. Bucket seawater. Nou, als het goed is moet dan alles goed komen. Dan heb ik nog water. Oké. Maar goed. Oké, ik ben met het ik ga gewoon lekker slapen jongens. En daarbij sluit ik ook lekker deze video af voor vandaag. Wees even 7. Dus ik ga slapen. Vonden jullie dit nou een leuke video? Doe dan zeker even het blauwe duimpje omhoog. Wil je meer van dit soort filmpjes ontvangen? Subscribe dan zeker even op mijn kanaal. En ik zeg tot de volgende keer maar weer.